Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, heeft voor alle districten een rampenplan uitgezet. De plannen bevatten algemene richtlijnen om beheersingssystemen voor de verschillende gebieden te implementeren. Per district zijn er op basis van specifieke omstandigheden en unieke risicofactoren ook tips opgenomen. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, benadrukt dat het project noodzakelijk is voor Suriname. De plannen zijn afgelopen vrijdag overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Het schrijven van deze plannen is een activiteit geweest van het Enhancing the Early Flood Warning System and Disaster Response Mechanism in Suriname project. Dit project wordt financieel ondersteund door de UNDP.